Meer dan 300 mensen hebben afgelopen zaterdagmiddag meegelopen in de protestmars tegen de uitzetting van de 17-jarige Margarita en haar moeder. De tocht begon op het Stationsplein, waarna men al slingerend door de Kamper Binnenstad op het Burgemeester Berghuisplein eindigde. Daar werd de grote groep mensen toegesproken door onder andere Tweede Kamerlid voor de SP Sharon Gesthuizen, Eerste Kamerlid Ruud Ganzenvoort van GroenLinks en Joël Voordewind, hij is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Joël Voordewind, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Dat het anders moet met die kinderpardonregeling lijkt me heel duidelijk, maar hoe staat de CU in deze kwestie? Ja, ik heb zelf samen met Hans Spekman, Partij van de Arbeid, de verwortelingswet gemaakt een aantal jaar geleden. Ik was ook blij dat we hem uiteindelijk geaccepteerd kregen in de Tweede Kamer en door het kabinet. Hij is juist gemaakt voor kinderen die hier een lange tijd in onzekerheid hebben gezeten. Die verworteld zijn inmiddels in de Nederlandse samenleving, zoals ook Margarita hier in Kampen. En als je dus nu hoort dat zij mogelijk alsnog moet worden uitgewezen, dan is dat een enorme trieste zaak. Bij de behandeling van de wet hebben we ook aangedrongen om de wet ruimhartig uit te voeren. En we zien hier een soort cijferwetticisme worden toegepast om maar een haakje te winnen om mensen uit te zetten. Dat is niet in de geest van het wetsvoorstel. En ik hoop echt dat de staatssecretaris deze ambtenaren nog kan keren. Onder andere de SP en GroenLinks hebben zich enorm ingezet voor een eerlijk kinderpardon. De huidige kinderpardonregeling voldoet niet. Ik moet het gewoon oplezen van een papiertje. De regels en eisen zijn zo streng en onduidelijk dat bijna niemand in aanmerking komt voor kinderpardon. Hoe staan de zaken er op dit moment in Den Haag voor? Nou, het is niet zo dat er bijna niemand voor een kinderpardon in aanmerking komt. Sterker nog, er zijn al vele honderden kinderen voor wie dat wel heeft gewerkt. Alleen je ziet dat de regeling wel bewust zo strak is geformuleerd om de groep kinderen die er uiteindelijk ondervalt niet te groot te laten maken. Dat was een hele harde eis van de VVD. Nou ja, ook de ChristenUnie, maar ook de Partij van de Arbeid hebben zich in de Tweede Kamer hard gemaakt voor een eerlijk kinderpardon. De Partij van de Arbeid zit in de coalitie. Dus je verwacht dan toch van hen dat zij in dit soort schijnende grensgevallen zeggen tegen de staatssecretaris: strijk nou met je hand over je hart. Dat voorkomt een hele hoop narigheid en een hele hoop gedoe voor de mensen die het betreft. Kampen loopt mij tegen uitzetting van Margarita. Loopt u mee? Ruud Ganzenvoort, Eerste Kamerlid van GroenLinks. GroenLinks heeft zich de afgelopen tijd enorm druk gemaakt om de kinderpardonregeling. Waar staat GroenLinks op dit moment als we het over de kinderpardonregeling hebben? Kijk, als het gaat om kinderen, als het gaat om vluchtelingen algemeen, maar kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Daar gaat het ons om dat je daar gewoon voor moet zorgen dat die een goede plek hebben. Dat ze veilig kunnen opgroeien. Waar dat kan natuurlijk in een land van herkomst, maar als ze hier zijn, als ze hier wonen, als ze hier vaak al een heel lang leven wonen, die kinderen kun je niet kwalijk nemen dat ze hierheen gekomen zijn. En als ze hier geworteld zijn, als ze eigenlijk hun land van herkomst niet eens kennen, nou, waar zijn we dan mee bezig om ze terug te sturen? Elise Nauta, D66. Hoe staat D66 eigenlijk tegenover de kinderpardonregeling? Hoe het op het moment gaat is absoluut niet de juiste manier. Dat moet echt veranderd worden, want nu worden de kinderen teruggestuurd zoals Margarita, misschien hopelijk niet, maar zoals zij. En anderen die niet teruggestuurd zouden moeten worden. Verwacht jij dat het helpt, 10.000 handtekeningen? Ik denk het zeker. Als zoveel mensen daar zich over uitspreken, dan moet daar iets op terugkomen. Het zegt in ieder geval genoeg, 10.000 handtekeningen. Dat is heel veel, zeker. En hier vandaag, al die mensen, kijk om je heen. Geweldig. Grote politieke kopstukken vannacht naar Kampen. Gert-Jan Kleinpaste, zeg ik het goed? Ja, Gert-Jan Kleinpaste, vicevoorzitter van GroenLinks. Ja, stomme vraag. Hier moet je bij zijn natuurlijk. Absoluut moeten we hierbij zijn. Dit soort kinderen uitzetten, dat is echt vreselijk. Je zou ze als rolmodel in Nederland moeten zien. Het rare van het kinderpardon is dat er nog steeds heel veel kinderen buiten vallen. En het kinderpardon was ooit bedoeld om al dit soort problemen op te lossen. En dat zouden we moeten doen. Ik bedoel, ik heb op Twitter gezegd, de Mauro van 2015 heet Margarita. Dit moeten we niet willen. 10.000 handtekeningen, dat zegt genoeg. Absoluut. En Margarita moet hier lekker blijven en hier aan de toekomst bouwen. Burgemeester Koelewijn, 9.000, maar het zijn er eigenlijk bijna 10.000 hangende handtekeningen. Dan moet u als burgemeester ontzettend trots zijn. Het is heel bijzonder om te ervaren, zowel als het gaat om de berichten in de media als het aantal handtekeningen. Maar ook om op een mooie zaterdag waarop van alles en nog wat in onze gemeente te doen is, zoveel mensen bij elkaar te zien die hun hart laten kloppen voor Margarita. En dat is ook een signaal
Wat ik ook heel graag, heel specifiek onder de aandacht van de staatssecretaris en van de IND zal willen brengen. U was een van de eerste die lokaal gezien de schouders eronder zette. U trok de kar eigenlijk een klein beetje. Achteraf gezien was het echt wel de moeite waard. Zoveel mensen, dat moet u vast wel iets gedaan hebben. Ja, dat heeft mij wat gedaan. Weet je, compliment is om te beginnen voor die vriendengroep die direct toen de uitspraak van de rechter er was, hebben gezegd, dit mag niet gebeuren. Margarita moet blijven. Dat geldt natuurlijk ook voor haar moeder, voor Irina. Dan komt er ergens een momentje, ja, dan hoor je ervan. En het sprak voor mij echt voor zich. Dat je zegt, jongens, maar dit wil ik niet laten gebeuren. En ik ben blij dat we gaandeweg met heel veel politieke partijen daarachter hebben gestaan. Ik heb steeds gezegd, dit is geen GroenLinks dingetje. We moeten hier met de hele politiek achter willen staan. Want dat is de enige manier om aan te geven dat deze meisjes, dat dit gezin, dat dat bij ons hoort. Dat is geen politiek feestje van één partij. Dat is echt van ons allemaal en dat laat deze grote groep mensen zien. Slaap je vannacht wel? Denk het niet. Ik denk dat het wel even tijd is voor een feestje. 9000, ik zei het net tegen de burgemeester, dat zijn er geen 9000. Dat zijn er bijna 10.000 handtekeningen. Dat moet ook jou aan het denken gezet hebben. Ja, het is echt, ik word er helemaal stil van hoeveel mensen er getekend hebben. Ja, getekend hebben. En hoeveel mensen blijven tekenen. Ja. Hoe vond je het onderweg, al die mensen die langs de kant stonden? Ja, ik liep vooraan, dus ik kon niet zo goed eigenlijk zien hoeveel mensen. Maar toen ik me omdraaide op een gegeven moment bij de spiegels. Toen was het even schrikken. Het was heel veel. Zoals ik kreeg de kippenvel van. Ja, ik kreeg gewoon... Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden komen. Ik had echt... Ja. Jouw kennende, jouw vriendengroep vooral kennende. We gaan niet achterover zitten leunen en afwachten wat er gaat gebeuren. Want er gaat vast nog meer komen. Ja, ik weet niet precies wat er komt. En ik weet ook niet wat ze zullen doen. Maar nu even lekker genieten van dit moment. Nou, van de steun, ja.